Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag doen we zoals ik heb beloofd de Draw My Life. En ik heb speciaal voor de Draw My Life een whiteboard aangekocht die jullie hier mooi kunnen zien. We gaan vandaag dus de Draw My Life doen, ik heb er super veel zin in. Doe zeker een duimpje omhoog, bij de 1000 likes maak jullie heel mijn dag blij. Doe zeker een duimpje omhoog op deze Draw My Life, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ben Acid, en ik zal zeggen, ik hoop dat jullie klaar zijn om een stapje te nemen in mijn leven door een whiteboard. Ik ben eens en ik zou zeggen, let's do this. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we dus de Draw My Life doen. En zoals ik kan zien op het scherm, heb ik geprobeerd, ja, altijd whiteboard te filmen. En ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. En vandaag doen we dus de Draw My Life 2015, waarin ik jullie mijn leven ga vertellen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. En, uh, de meeste Draw My Life zijn soms wel eens heel droevig en heel erg. Bij mij was dat niet zo, mijn leven is nooit echt, echt slecht geweest. Dus ik zou zeggen, vind je het niet leuk dat ik zo drama live doe? Dus zeker een duimpje omhoog. Ik kan niet tekenen, dus ja, blijf me daar niet voor. Kom dit leuk, ga verder, ik ben zit. Ik zou zeggen, let's begin the show. Het begon allemaal op 29 juni in 1999. Ik was het enige kind, het enige kind van mijn ouders. En ik ben geboren in het ziekenhuis van Brugge. Ik was een redelijk dikke baby, ik had, ja, een, Typical hoofd ik, uh, ja, ik, uh, ik was altijd uh, dik en klein en ik uh, at heel veel en ja, het kreeg me nog als de dag van gisteren en ik kwam eruit en ik had uh, een grote piebel en de dokter zei het is een jongen en ja, ik was een jongen want ja, ik noemde Nathan, mijn ouders noemden mij Nathan en ik, uh, ik was een jongen met een piebel, Toen, uh, mijn tweede naam was Hendrik. En uh, ja, mijn, uh, mijn mama wou altijd dat ik Storm noemde. Maar mijn papa uh, ja, was daar tegen en zei dat ik daarmee gepest ging worden. Dus Storm was het niet. Hendrik niet. Ik noemde dat dat. En zo begon mijn avontuur op deze aardbol. Als baby was ik heel vaak bij mijn oma en opa. In die tijd werkten mijn ouders natuurlijk heel veel. En ik moest nog niet naar school. Dus ik zat gewoon volledige dagen bij mijn oma en opa. Want zij werkte niet meer zoveel. Mijn oma werkte wel nog, maar mijn opa had geen werk meer. En ik was heel veel bij hen. En dat was super leuk. Want zij hadden een erg, erg, erg groot huis. Ze hadden een enorme villa en rond die villa was er een hele tuin. Ik vond het echt een vet huis. Je had er alles, je had er super veel kamers, je had er een hele grote tuin, je had er een groot terras achter de tuin. En daar zaten we altijd met de hele familie. Het was een super mooi huis. Het was, ja, ik, ik herinner me er niet meer zoveel van. Maar als ik foto's zie van dat huis met de struikjes er rond, het was, het was een geweldig huis. Wat ik ook vaak zie op foto's van hun huis, is dat er meestal wel een zwembad in hun tuin stond. Dat was dan een klein plastieke dingetje. En ik zat daar altijd in als dikke baby. En ik vond het supercool in het zwembadje zitten. Het was misschien 2 eh, centimeter groot, maar ik vond het wel heel cool. Met de familie gingen wij heel erg vaak op reis. En dat was meestal met het vliegtuig. En dan gingen wij naar Spanje. In Spanje heb je een eiland en dat eiland noemt Gran Canaria. Daar is het altijd super mooi weer. En daar gingen wij altijd met de hele familie heen en daar chillden wij elke zomer opnieuw. En dat was super cool. Dat was met mijn mama, mijn papa, de ouders van mijn mama, de ouders van mijn papa, ikzelf natuurlijk. En vrienden van hen. En ik zat daar altijd te chillen. Maar heel veel mensen waren er altijd. Het was, ja, het was een super goede warme tijd. Toen ik 2,5 jaar oud was, begon mijn leven eigenlijk echt. Het was de, ja, het jaar dat ik naar de voorklas moest. Het voorklasje is dus het school voor de kinderen die nog niet echt oud genoeg zijn om naar school te gaan omdat ik niet oud genoeg was, en omdat mijn ouders nog altijd veel moesten werken, dachten zij dat dat wel perfect ging zijn als ik naar het voorklasje zou gaan. Ik was natuurlijk nog altijd een baby met één haar, ik was nog altijd redelijk dik, want ik had superveel. En ik zat daar dan, op school, ik kende niemand, en ik voelde me eigenlijk wel, ja, een beetje kut, want ik zat daar al niks te doen, heel de dagen en ja, dat, dat was school. Altijd op foto's keek ik bedroefd. Ja, het moest zijn ik school toen al kut vond. Maar in het voorklasje leerde ik wel iemand kennen. Een erg goede vriend. Die nu nog altijd een super goede vriend is van mij. En eigenlijk, als je het zo zou bekijken. zijn we al van ons 2,5 jaar tot nu. erg goede vrienden. En ja, in die tijd deden we eigenlijk. fuck. Een de Arthur. En, ik denk dat ik hem al kende voor ik deftig Nederlands kon praten. En, en we waren alle twee baby's natuurlijk. En. Ja, we waren kleine kinderen van jonger dan drie jaar. En we poepten nog overal en we plasten overal. En hij noemde Arthur en ja, we, wat deden wij op school? Ja, we speelden veel in de zandbak. Dat weet ik nog. Op foto's spelen we altijd in de zandbak. Met de schopjes. En we maakten altijd allemaal stomme bergen. Maar dat was dus, ja, dat, was de, dat waren de tijden. De zandbaktijden. In het kleuter is er niet zoveel gebeurd. Maar toen ik vijf jaar was, begon het eigenlijk echt allemaal. Ik ging naar het Eerste leerjaar. Het eerste leerjaar, of voor de Nederlanders, denk ik, groep 4. Of nee, wacht. Jawel, groep 4. Het allereerste leerjaar. Het begin van school. Het begon allemaal nog altijd met Arthur. Een van mijn enige vrienden. Maar uh, al lang veranderde daar. Leer ik allemaal andere kinderen kennen. En we hadden een geweldige tijd in het eerste leerjaar. We leerden allerlei woordjes, zoals ei. Ves, roos, maan. We leerden de basic woordjes schrijven. En we tekenden erg veel. We tekenden vaak gewoon tussen de lessen door. En dan maakten wij tekeningen van een groot slijmmonster. En ja, dat, uh, je kan u denken dat dat super saai was. Maar dat was echt de shit. Wij tekenden slijmmonsters. En dat vonden we super cool. In het eerste leerjaar zijn er heel wat dingen veranderd. Want mijn mama en papa hadden dus nog steeds een relatie... In het eerste leerjaar, zoals het moet zijn. En ja, mijn papa had toen een snorretje. En zijn haar leek op het haar van Action Man. En ja, mijn mama en papa waren samen. En ik was gewoon zo'n typisch eerste leerjaarkind. Die zijn ouders niet zoveel zag. Want mijn ouders moesten heel vaak werken. En tot die tijd moesten mijn ouders eigenlijk nog altijd echt superveel werken. Mijn papa werkte destijds in de casino. Ja, met de kaarten en de, de pokerchips. En mijn moeder verkocht... Ijsjes. En ja, je kan je denken: wat ijsjes verkopen. In een groot ijssalon verkochten ze ijsjes. En dat was dus horeca. En horeca was superveel werken. En mijn papa werkte in de casino. En de casino draait het meeste s'avonds. Dus ik zag mijn ouders niet zoveel, want het meeste waren ze gewoon aan het werken. En daarom was ik dus nog altijd bij mijn oma. In het eerste leerjaar chillde ik nog altijd superveel bij mijn oma. En in het eerste leerjaar toen de lente begon, toen de zomer begon, gebeurden er eigenlijk echt slechte dingen. Mijn leven veranderde in één klap volledig. Ik werd op een nacht wakker door het geschreeuw en het geroep van mijn ouders, en ik ging gaan kijken op de gang, en ik zag gewoon mijn papa weggaan uit het huis, met allemaal kleren en koffers, zonder dat ik het zelf begreep. Ik had erg veel vragen. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik denk dat dat ook normaal is als je zo jong bent en je ziet zo'n dingen gebeuren. In die tijd begreep ik er helemaal niks van. Ik, ik wist niet wat er gebeurde. Mijn papa was niet meer bij mijn mama. Ik zag mijn papa even heel lang. Eigenlijk zag ik mijn papa gewoon even niet meer. En ja, tijden veranderden. Het was een hele rare tijd. Het was, ik was niet oud genoeg om het te snappen. Dus ik, ik stelde mezelf heel veel vragen. Ik kropte alles op, want ik had niemand om erover te praten, want ik begreep er zelf niks van. En ja, op een bepaald moment vertelde mijn mama: dat mijn papa weggegaan was. Dat mijn papa haar had bedrogen. Dat mijn papa verliefd was geworden op iemand anders. En dat ik geen stiefmama ging hebben, maar een meevader. Mijn papa was homo. Mijn papa was van dag op dag. ...van hetero naar hollywood veranderd. Toen ik dit hoorde, stelde ik mezelf nog meer vragen. Ik snapte er helemaal niks van. Mijn mama weende erg veel, maar dit verbergde ze heel goed. Mijn mama weende zoveel, ze miste mijn papa zo erg. En ik bleef maar vragen stellen, want ik snapte er helemaal niks van. En op het einde van het eerste leerjaar was ik daar... ...met mijn blije kop, met mijn petje op mijn hoofd. Ik was super blij. ik had mijn rapport gekregen, het was zomer... En ik had 86% op mijn rapport. Ik was super blij. Maar ondanks ik super blij was, stelde ik mezelf nog steeds erg veel vragen. Waarom er een man bij mijn papa thuis was. Waarom mijn mama altijd alleen was. Waarom mijn mama zoveel weende. En ja, al bij al. Ik probeerde mijn leven zo goed mogelijk te leven. Met al deze omstandigheden erbij. Want ik snapte er toch niks van. Dus ik trok er helemaal niks van aan. Zoals ik al heb gezegd, mijn mama werkte erg veel in de horeca. Ze werkte namelijk in de Tor. De Tor was een ijsjeszaak in Blankenbergen, een tea room En deze zaak was erg bekend. Stond bekend om het verse ijs dat wij verkochten. De allerlekkerste ijsjes van Blankenbergen hoor ik wel vaak zeggen. En dat waren ze ook. Het waren de allerlekkerste ijsjes van heel Blankenbergen. Het enige jammer was, in de tijd toen ik in de Tor was. Mocht er nog gerookt worden in elk café? En dat vond ik echt, echt, echt niet leuk. En dan zat je daar eigenlijk altijd in de rook. En maar, dat, was, dat was normaal in die tijd dat er gerookt werd in een tea room en zo. Nu kan je je dat niet meer inbeelden, maar vroeger was dat. Dat was echt, echt fucked up. Doorheen die jaren zijn er ook een paar dingen gebeurd. Ja, wat normaal is. Wat mijn leven eigenlijk veranderd heeft. In het tweede leerjaar was ik op een bepaald moment gewoon buiten aan het spelen in de vakantie. Met een bal. En ik was gewoon aan het basketballen, denk ik. En ik stond daar bij een groepje kinderen. En ik was gewoon, ja, mijn skills aan het showen met een bal. Tot ik op een bepaald moment ineens mijn naam hoorde geroepen worden. En ik keek achter mij. En ik zag gewoon een steen afkomen op mijn gezicht. En ik dacht echt van, holy shit. Maar het gebeurde allemaal zo snel. dat de steen eigenlijk gewoon recht tegen mijn tanden vloog. En dat mijn, ja. ...gebed volledig naar de klootjes was. Om het simpel uit te leggen, op die dag ben ik veranderd van Nata... ...met twee gele grote tanden naar Nata, de halftand. Ik had één tand die groot was en één tand die eigenlijk ja, afgebroken was. En ja, daarom zit er nu zo'n verschil in mijn twee tanden... ...omdat er een steen tegen is gevlogen... Dus sinds die dag word ik wel eens halftand genoemd, of brokkejoch, omdat er een groot brok van mijn tanden is. Maar ik trek me daar helemaal niks van aan, ooit op een dag ga ik wel een mooi gebit hebben hoop ik. En ja, ik ga nu door het leven als de man met de halve tand. Desondanks mijn halve tand, heb ik in dat jaar wel mijn allereerste kus gegeven. Ik zat in het derde leerjaar, dus ik was waarschijnlijk, even denken, ik was 9 jaar oud toen ik mijn allereerste echte Kus gaf aan een meisje omdat ik verliefd was. Ik was hier super blij mee. Ik kwam thuis en ik zei het direct tegen mijn mama. En ja, ze, ze vonden het wel grappig. En het is iets dat ik nooit meer had vergeten. De eerste kus is altijd wel zo'n memorabel moment. Dus ook al was ik een halftand. Ik heb wel een kus gegeven aan een meisje. Enkele weken later was het mijn verjaardag en ik had een skateboard gevraagd aan mijn mama. En toen, dat jaar, heb ik de allereerste, het allereerste echte skateboard gehad. En ik was super gelukkig, ik skate er super veel op, ik bakte er echt niks van, maar dat boeide me helemaal niet. Ik was gelukkig en ik dacht dat ik een echte skater was. Omdat ik skaten zo cool vond, had ik een heel jaar gevraagd aan mijn mama of we niet eens gingen gaan snowboarden. Ik was eens gaan skiën toen ik erg klein was, maar dat stelde helemaal niks voor. Dus ik vroeg aan mijn mama, gaan we niet eens gaan snowboarden? Ik wou echt een keer snowboarden, ik vond het echt super cool. En ja, ik ben gaan snowboarden. Voor de allereerste keer, het is een sport waar ik echt verliefd op ben geworden, nu nog steeds. Ik vind het het leukste wat er is, ik ben super gelukkig als ik aan het snowboarden ben. En het is gewoon het leukste wat er is. Jammer, maar helaas, datzelfde jaar ben ik met school ook op skiklasse geweest. En zoals het woord zegt, skiklasse. Ik had helemaal geen zin om te skiën. Maar het moest wel gebeuren. Ik kon er helemaal niks van. Ik wou het niet kunnen. Ik vond het stom. Twee van die lompe latten onder mijn voeten en twee sticks in mijn handen. Ik vond het niet leuk. Ik wou snowboarden. Ik heb een hele week geen fuck gedaan. Het was de slechtste week van mijn leven. Maar oké, okay, ik was verliefd worden op snowboarden. En dat was eigenlijk ja, wat ik gewoon wou doen. In het zesde leerjaar of groep 8 was ik echt verslaafd aan iCarly. Ik vond het zo cool. Dat zij konden doen wat ze wilden voor een camera. Dat op internet zetten. En dat er dan echt mensen daar naar zouden kijken. Ik had voor mijn verjaardag van 12 jaar aan mijn mama gevraagd of ik een videocamera mocht hebben. Een videocamera is natuurlijk erg duur. En in die tijd hadden wij natuurlijk ook niet zoveel geld. Want mijn mama was nog steeds alleen stand. Dus ik heb gewoon aan allemaal mensen gevraagd: van, zou ik een centje mogen voor mijn verjaardag? En ja hoor, op mijn 12 jaar heb ik mijn allereerste Canon-camera gehad. Deze camera stelde niks voor. Ik weet de naam er niet eens van. Het was geen speciale camera. Het was zo'n handicam. Het was een uh, 27HD-camera. Hij filmde wel mooi. En zo begon ik met mijn allereerste video's te maken. Op school schoot ik met vrienden wat stomme filmpjes op de speelplaats. Maar we deden hier helemaal niks mee. We zetten het niet op YouTube of zo. We filmden het gewoon. Ik bewerkte het op Movie Maker en dan toonde ik het dan hun op school op mijn en dan toonde ik het aan hun op school op een stick en dan stak ik gewoon op een computer van school en dan toonde ik die dingen aan mijn vrienden. Op een nacht zijn we samen met een paar vrienden gewoon op de speelplaats gaan staan en dan hebben we een soort van reclamespot opgenomen op de speelplaats met mijn camera. Het was een reclamespot voor koekjes en deze video. Dat uh, vind ik zo geniaal, ik vind het zo jammer dat ik hem niet meer heb. Maar deze video, ja, het, uh, het is wel iets waar mijn uh, gedachte geramd zit. Op een bepaald moment kwam ik tot het besef dat YouTube bestond. En dat was echt een wauw moment in mijn leven, want ik kon iets doen met mijn video's. Ik kon weer een stapje dichter zetten naar het iCarly gevoel dat ik video's op internet kon gooien... En deze dingen dan echt aan mensen kon tonen. Dus ik, zo slim als ik was, meteen mijn pet aan doen. Zeggen, ik ga een YouTube-ster worden. Ik ga bekend worden. En mensen gaan naar mijn video's kijken. Zo blij als ik was, ik nam mijn grote videocamera van Canon mee naar mijn kamer. Ik had geen statief, want ik wist niet dat dat bestond. Dus ik had gewoon mijn camera op mijn televisie gezet. Was daarvoor voor gaan staan en had een video opgenomen. De allereerste video die ik heb opgenomen was gewoon een video die mededeling noemde. Het was een aankondigingsvideo dat ik filmpjes ging maken op YouTube. Deze video staat nog op mijn computer en je kan die zien en oude video's bekijken van iSIT. Die video is al een beetje ouder, maar het staat er wel op. In die video's deed ik niks. Ik toonde soms hoe ik een pizza op aan het eten was. Ik toonde hoeveel geld ik in mijn spaarpot had. En ik toonde welke limonade ik dronk. Ik deed geen fuck op YouTube. Mijn video's sloegen helemaal nergens op. Maar ik had 20 subs. En ik noemde mezelf coole nat. Toen ik 20 subs had, is het eigenlijk ook gestopt. Want ik had geen zin meer om filmpjes te maken. Want er keek toch niemand naar. Dus dat was het einde van mijn korte YouTube. Ervaring. Na de grote zomervakantie van het zesde leerjaar was het ook tijd om naar het middelbaar te gaan. Ik was twaalf of dertien toen ik naar het eerste middelbaar ging en ik had Latijn gekozen om te doen als vak op school. Dat ging erg goed. Ik vond het een supercool vak. Ik leerde over mythologische monsters, over alle goden, over de Griekse goden. Ik vond het supercool. En ja, ik heb eigenlijk Latijn nog twee jaar verder gedaan. Tot ik dan effectief gestopt ben. Omdat ik het te saai vond. En ik uh, vond het maar saai, hele tijd tekst te vertalen. En ja, ik uh, ben er gewoon mee gestopt met Latijn. En ja, ik, uh, ik, bah, ik mis het niet helemaal. Maar. Vond het leuk om te doen. En ik ben blij dat ik het toch een paar jaar heb gedaan. Want well, ja, het staat toch altijd mooi op je diploma. In de tijd in het eerste middelbaar speelde ik ook erg veel videospelletjes. En dan eigenlijk MW3 in het algemeen, op mijn PlayStation 3 met heel wat vrienden. MW3 was echt het begin van de, de gameverslavingen van ons. We speelden elke weekend, elke woensdag, elke vrijdag superveel MW3. Op de PlayStation 3 zat ik dan op mijn kamer, op mijn stoel, elke dag na school, elke dag met vrienden, elke dag gewoon MW3 spelen. Het waren geweldige tijden, we skypten met elkaar, het was echt super nice. Maar desondanks ik toch altijd gamede en altijd aan Skype was met vrienden, ontbrak er iets in mijn leven. Er was iets wat meste. Ik, ik wist dat er iets was, maar ik kon er niet goed opkomen wat. En ik, ik verveelde mij vaak en ik had iets nodig om mij te uiten. Om te tonen wat ik aan het doen was. Ik, ik, ik had iets nodig om mijn tijd aan te verspillen. En opeens op een dag kwam ik met het geweldige idee om terug te beginnen met YouTube. Maar niet op dezelfde manier als daarvoor. Veel en veel professioneler. Ik had met wat vrienden het geweldige idee gekregen om Jets klein te beginnen. Het was een quickscope clan. En het was eigenlijk origineel Jaats yes, met een S, Young and Deadly Snipers, maar dat is uh, door domme reden veranderd. Dus ik met wat vrienden, het geweldige idee om een YouTube-channel te beginnen, om bekende quickscopers te worden, en om zo ja, bekend te worden op YouTube met ons quickscope-channel. Ik dus meteen naar mijn computer, meteen kijken of er iets bestond om videogames te recorden. Ik heb meteen de HDPVR besteld. En uh, ja, eigenlijk was ik super blij. Ik, ik dacht: van holy shit, we gaan hier echt bekend worden. En zo snel als ik kon, ben ik eigenlijk begonnen met video's te maken voor YouTube. En ik, uh, ik dacht: van ja, ik ga gewoon video's maken met mijn vrienden op YouTube. En dat gaat super nice worden. We gaan bekende YouTubers worden en ik dacht ik ga Jets ijs dit zijn jammer genoeg ging dit niet zoals gepland en eigenlijk was ik de enige jongen die een game capture had gekocht dus ik was de enige die video's kon maken en kon recorden niemand van Jets ging eigenlijk video's maken en ik was de enige die al een youtube channel had en die al alles had om te beginnen met het recorden van video's ik was dus de enige die echt had gedaan wat het plan was. En ik bleef zo verder doen, tot ik op een bepaald moment iemand leerde kennen die ook Nathan noemde. Alleen noemde hij Nathan en ik Nathan. En we leerden elkaar kennen door YouTube. Wat bleek dat hij niet zo ver van mij woonde. En ik kende hem al van het skateboarden. Dus wat dachten wij? Nice! Wij maken alle twee YouTube-video's. We kennen elkaar. Waarom maken we niet samen YouTube-video's? We kregen het geweldig idee om samen Minecraft op te nemen. Om samen allerlei leuke dingen te doen. En wij skypten altijd met elkaar. En het was, het was een geweldige tijd. Ook al hadden we misschien maar 100 subs, 300 subs. We skypten met elkaar. Wat we weinig likes. Maar het was een geweldige tijd. We waren alle twee erg grote fans van Unagis. En we keken Oenagis echt superveel. We vonden hem een supergoeie YouTuber. En wij twee altijd denken van... Holy shit. Stel je voor dat wij ook zo goed worden. Stel je voor dat wij ook zo goede YouTubers worden als Oenagis. Opeens kreeg ik het geweldige idee... Om Oenagis te gaan contacteren. En hem allerlei dingen te gaan vragen... Om echt een, een samen YouTube project te beginnen. Ik stuur op Facebook een bericht naar hem van... Hallo, ik ben Atta ik doe dit, bla bla bla. Ik stelde me helemaal voor met mijn Skype daarin. En op een bepaald moment heeft hij mij gewoon toegevoegd op Skype. Na een erg lange tijd zagen, na een erg lange tijd dingen vragen aan hem... Op een bepaald moment zat ik gewoon in een Skype call met hem. En zijn wij beginnen praten... En ik kan je zeggen, in die eerste Skype-call was meteen een schot in de roos. Want sinds die Skype-call zijn we eigenlijk bijna elke dag bijna Skypen met elkaar. Zijn we eigenlijk super goede vrienden geworden. En is het eigenlijk echt uitgegroeid tot de vriendschap die nu in 2015 de vriendschap is waarom ik zo blij ben dat ik nog YouTube doe. Op dit moment had het erg goed met mijn mama en papa. En ze zijn alle twee gelukkig. Mijn papa is gelukkig met zijn vriend. En mijn mama is gelukkig met haar nieuwe vriend. Waar ze ondertussen al 6 jaar mee samen is. Stel me geen vragen meer. Ik ben gewoon blij dat ze alle twee gelukkig zijn. Dat ze goed overeenkomen met elkaar. Dat ze niet zoveel ruzie maken. En dat ze gewoon alle twee erg blij zijn met mij als kind. Ik ben zit En ik zou zeggen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het is Draw My Life. Ik heb er lang aan gewerkt. Ik ben Atta van der Gunst. Ik ben geboren. Op 29 juni 1999 te bruggen. 15 jaar. Ik ben enig kind. Dit was mijn draw my life. In juni dit jaar word ik 16 jaar oud. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie iets meer te weten gekomen zijn over mij. Dit is mijn leven. Dit is hoe alles in elkaar zit. En ja, ik ben Ata. En ik zou zeggen... Bedankt om te kijken. Vergeet natuurlijk die like niet. Want een like is leuk. En een like is toppie. De toppie 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 toppie. Adios. Bitches.